Negen renners schrijven het grootste deel van het wedstrijdverhaal. Die negen zijn Italiaan Montani, nummer 168, Ellen Piper, nummer 256, Ludwig Willems, nummer 241, Werner de Vos, nummer 215, Jelle Nijdam, nummer 315 en verder nog de Nederlander Frank Pirard, de Zwitser Mechler en de Italianen Varocchi en Rossi. Ze zijn weggegaan na 90 kilometer wedstrijd. Vlak voor de beklimming van de Cipressa is Ellen Piper alleen weggesprongen uit dit groepje. Tot de aankomst is het nog een kleine 30 kilometer. Het peloton, dat tegen een maximale achterstand van 8,5 minuut heeft opgekeken, volgt nu op zo'n 4 minuten. Ellen Piper dus, de Australiër die in Vlaanderen woont en in de ploeg postrijdt. En er is versterking op komst. De Zwitser Mechler is op zijn beurt weggesprongen en nadert snel op Piper. Nog tijdens de beklimming van de Cipressa komt Mechler bij Piper. Intussen is Phil Anderson in de tegenaanval gegaan. Hier hebben we die Anderson, net als zijn ploegmaat Piper, een Australiër die in Vlaanderen leeft. Anderson heeft de rest van het kopgroepje van daar straks al bijgehaald en achtergelaten. En het peloton is ook weer wat dichter gekomen. Het wordt een bijzonder spannende en open finale. Vooraan dus nog steeds het duo Mechler-Piper. Met hen beginnen we aan de beklimming van de Poggio, de laatste en 9 keer op 10 ook de beslissende hindernis in Milaan-San Remo. Phil Anderson is nog steeds in de tegenaanval. Hij slaagt er niet direct in de twee vluchters te grijpen. Anderson is nog niet in topvorm. Tot de aankomst is het nog zo'n 7 kilometer. En ook het peloton is nog niet uitgeteld, maar men mag daar niet meer talmen. In dat peloton zitten nog alle favorieten op wereldkampioen Argentin na. Argentin heeft opgegeven. In beeld Erich Mechler. En dan niemand meer. Piper is gelost. Valpartij in het peloton, een peloton dat intussen Anderson heeft ingelopen en even verder ook Piper bijhaalt. Vooraan nog steeds de 26-jarige Mechler, die hier aan de spectaculaire afdaling begint van de Poggio. Mechler uit de sterke ploeg Roach Bontempi Vicentini won vorig jaar onder meer een rit in de Dauphiné en de toeretappe op de Puy de Dôme. Het peloton is daar met vooraan Kelly en Van der Aarde. Nog 19 haarspelbochten en een kilometer vlakke weg hebben ze om Mechler te pakken. Maar Mechler verzwakt niet. Van der Aarde doet wat hij moet doen, hij perst er alles uit. Hij nadert meter na meter op Mechler. Maar Mechler houdt nog net voldoende voorsprong over. Van der Aarde beseft dat en gaat zich stilaan laten uitbollen. Mechler, de enige overgeblevene van de vroege ontsnapping, wordt de eerste Zwitser op de erelijst van Milaan-San Remo. Van der Aarde eindigt op de meest ondankbare plaats, de tweede. En Bontempi is de snelste van de achtervolgende groep voor Kelly, de Italiaan Calcaterra en Teun van Vliet. Dit zijn de eerste 10 in deze Primavera. Winnaar dus Erich Mechler, tweede op 6 seconden Van der Aarde, derde op 8 seconden Bontempi, vierde Kelly, vijfde Calcaterra, een Italiaan, zesde Van Vliet, zevende Pop, een Oostenrijker, achtste de Italiaan Chioccioli, negende de Noor Pedersen en tiende de Deen Seurensen. Sergeant was 13e, Van den Broeke 15e, Wampers 16e, Van den Branden 17e, Ludwig Wijnands 18e en Criquelion 20e.